in de film vooral heel veel zegt over hoe mensen niks doen in de situatie dat ze iets hadden moeten doen. Alles schreeuwt om, je moet nu handelen en je doet het toch niet. En het conflict wat je daarna met jezelf krijgt. En ja, dat is een bekend gegeven. Ik denk dat iedereen het wel eens heeft meegemaakt in lichtere vorm dan wat in deze film natuurlijk wordt beschreven. Maar als je in de tram zit en je hoort achter je gedoe, je moet eigenlijk ingrijpen en bijna niemand doet het. Dus iedereen blijft zitten en denkt, ja, nou, ik hoop dat het overgaat of zo. Of dat die mensen weggaan of dat de tram stopt. Of dat iemand anders ingrijpt. En dat is een zodanig menselijke reactie die overigens heel vaak helemaal niet problematisch is. Want heel veel problemen gaan ook gewoon weer over. Maar als het echt overlast wordt, als het echt uitmondt in geweld of andere dingen die gewoon niet kunnen, ja, dan had je moeten ingrijpen. Als op een plein in Amsterdam, waar gewoon een speelplaats is voor kindjes van 4, 5 jaar oud, je kent ze wel. En gasties van 11, 12, je kent ze ook wel, die rousen daar doorheen, slopen de boel, maken kleine kinderen bang, schelden de moeders voor hoeren uit en dat type. Dan is het helemaal niet raar als je daar naartoe stapt en er twee in een nekvel grijpt en desnoods inderdaad een lel uitdeelt en zegt, joh, waar woon jij? Daar gaan we nou naartoe. Die jongetjes zijn 11. Het is geen enkel probleem. Echt. Kijk, als het nou zware criminelen zijn, maar die zijn op straat, veroorzaken ze geen overlast. Dit type gedrag, gewoon ingrijpen, dat hebben we 20 jaar lang, misschien wel langer, afgeleerd met z'n allen. Dat is ook heel logisch. We zijn een beschaafde samenleving geworden. Je moeit met je eigen dingen. We zijn een lieve samenleving. Er gaat weinig mis op straat. Dus waarom zou je... Het probleem is inmiddels, er gaat net te veel mis om afzijdig te blijven. Het bystander effect is iets psychologisch wat je waarschijnlijk nooit echt doorbreekt. Wat je wel kan doorbreken, is de aangeleerde afzijdigheid die in Nederland, zeg maar, is gegroeid. En mensen kennen, voeden elkaars kinderen niet meer op. Mensen kijken niet om naar elkaars kinderen. Zijn ook bang om elkaars kinderen te corrigeren. Dat type aangeleerde gedrag, dat kan er weer uit. Maar niet morgen, dat duurt wel even. En iets anders. De overheid is als gezagdrager op straat misschien wel iets te veel het excuus geworden om niet op te treden. Pleit er niet vrij, dus we moeten daar meer aan doen. Eerder ingrijpen, bovenop zitten. Meedogenloze preventie noem ik het zelf. En dan langzaam maar zeker denk ik dat het ook door anderen wordt opgepikt. Je ziet het overigens al vaak, dus ik ben daar niet pessimistisch over. Ik ben geschrokken van als ik in die buurt de straatcoach was, maar ook gezinsbezoeker. Dan kwamen dus mensen achter de voordeur. Hoe weinig mensen van elkaar weten. De afzijdigheid trof mij ook. Ik kom in gezinnen, Marokkaanse gezinnen, met een interieur waar ik niks van snap. Een bank, je kent dat wel, zo'n bank. Langs de muur en zo'n hele grote televisie. Dat is het dan. Dat stuit mij tegen de borst. Als er mensen naast je wonen, bij wijze van spreken, waar je niks van snapt, kom aan. Probeer elkaar te snappen.